Welkom allemaal op het Albertkanaal. Met vandaag de eerste editie van de show, waarbij ik 10 minuten klaag over een onderwerp waar niemand iets om geeft. Ons onderwerp van vandaag is openbaar vervoer. Maar we gaan het vooral hebben over bussen. Clownsauto's, maar wel van 100 mensen. De bus is goed voor 2/3 van al het openbaar vervoer. Maar wordt steeds weer geraakt door besparingen. Er wordt zoveel bespaard op openbaar vervoer, dat in Antwerpen 1000 bussen per dag minder naar en van de stad gaan. En dat is ook de reden dat wanneer jij in de bus zit, er zoveel mensen in zitten, dat je tegen het raam wordt gedrukt. En de meer en meer besparingen er komen, de minder en minder bussen er in de stad, in de omringen van de stad actief zullen rondrijden. Wat vreselijk kan zijn voor de mensen die op die bus vertrouwen om naar hun werk of school te geraken. De bus kun je dus zien als het vriendinnetje van de overkant. Want als er iets fout gaat, dan gaat er geen cent meer naar haar toe. Maar het is niet alleen de regering die bussen en openbaar vervoer in de steek laten, maar ook de mensen die die bus nemen, zijn allesbehalve hoopvol. Elke keer dat ik in de bus stap, moet ik de prachtige verhalen aanhoren van mensen die veel te luid praten in de bus. Hier is een voorbeeld. Chelsea, ik zweer, ik heb zo'n zware dag gehad. Echt waar, gisteren was ik zo op een 5 en ik had bijna meer pintjes op dan dat ik jongens had gekust die dag. Echt waar. Wauw, ik had echt zo'n zware dag, kun je het geloven, meid? En daarna heeft mijn vriendje het nog met me uitgemaakt. En mijn vriendje heeft het daarna naar me uitgemaakt. Kunt geloven mij. Echt waar. Ja, tuurlijk heeft hij het met je uitgemaakt. Je cheat vaker op hem dan dat er mensen in deze bus zitten. Hey, aan wie kant sta je nu? En dat moet ik elke dag aanhoren. Dus, als we de situatie van de bus in zijn geheel bekijken, lijkt het alsof de wereld op zijn kop staat. De regering wil dat openbaar vervoer plaatsmaakt voor auto's, maar als ze willen dat het kleine land overleeft, moeten ze juist het omgekeerde doen. Het lijkt net alsof de regering meer geeft om deze 60 papieren vliegtuigjes die we toch aan NAVO hebben geschonken. Let op, NAVO, de mensen die een atoombom hebben geplaatst in Limburg. We geven meer om deze 60 papieren vliegtuigjes dan dat we geven om het openbaar vervoer en het belangrijkste vervoermiddel van steeds meer en meer mensen. Ik had al eerder gezegd dat door besparingen de bussen voller zijn dan normaal. Maar het helpt helemaal niet dat de hele bevolking enkel om 2 uur per dag, om 2 uren in de dag, de bus neemt. Tijdens de piekuren is het laatste beetje comfort dat je ooit zou hebben met de bus compleet van je afgenomen. Maar er zijn niet veel oplossingen. Naast meer bussen inschakelen tijdens de piekuren. Maar er zijn steeds minder en minder bussen, dus is dat geen optie meer. Door dit alles is de bus zo oncomfortabel dat je het perfect kunt vergelijken met die ene enge jood die op 5 naar je toe komt en vraagt: heb je een beetje jood in je? Nee. Wil je dat? En als je denkt dat ik ondertussen klaar ben met klagen over bussen, heb je het goed mis. Want nog iets waar ik me dood erger, is als een bus of trein veel te laat komt. Je hebt nooit garantie dat de bus of trein in het algemeen komt opdagen. En ik heb dat op de harde manier moeten leren. Dus vandaag ga ik een sollicitatiegesprek voor het eerst houden. Voel een beetje stress, ja. Wordt spannend. Ja, jongens, ik denk niet dat de bus gaat komen. Prachtig toch, hè? Eerste sollicitatiegesprek en 2 bussen gemist. Je komt dan nog een bus proberen en dan komt hij ook al niet opdagen. Dit gaat niet goed komen. Prachtig eerste indruk, vinden jullie ook niet? Ja, die baan heb ik niet gekregen. Ook iets vreselijk aan de bus is als iemand naast je zit met een ochtendmond. Je ademt 1 keer
en het lijkt alsof je terug in Syrië bent geraakt. Of iemand die naast die muziek luistert, een koptelefoon aan heeft, maar je nog steeds zijn muziek hoort. Ik ben wel jammer genoeg zelf bang dat ik dit ooit heb gedaan. En ik kreeg extreem veel stress, want er stond een hipster naast me. En iedereen kent het gezegde. Als er één hipster naast je staat, zijn er nog 40 die je muziek moet geven. De bus, oncomfortabel noemen, is dus net als een koala een beer noemen. Hij heeft alle kwalificaties. En dan heb je die mensen die in de bus met jou de krant hebben. Dus jij hebt rustig je krant vast en zit rustig te lezen. En zij kijken over je schouder en lezen met je mee. Het is zo vreselijk frustrerend, bijna zo frustrerend als de mensen die denken dat een handtas zijn eigen plaats verdient. Het enige dat het zijn eigen plaats verdient, is die mensen hun dikke nek. En als je nu denkt dat ik klaar ben met klagen over bussen, dan heb je het weer goed mis. Want er zijn mensen die een stinkende baby of een stinkende hond meenemen in de bus. En dan dat ze de hele rit door wenen of blaffen. Er zijn mensen die hun friet speciaal of ander stinkend rood afval dat ze eten noemen, meenemen en in de bus opeten. Iemand luistert muziek door zijn telefoonspeakers en ons allemaal weer eens bijleert waarom we rappers haten. Het is druk en mensen blijven nog altijd aan de buitenkant zitten. Of mensen die binnen in de bus stappen met een hotdog. Je zegt hem dan dat dit geen restaurant is en zij antwoorden: ja, weet ik, daarom heb ik mijn eigen eten meegenomen. Iemand komt praktisch op je schoot zitten. De airco is kapot, de verwarming staat op 40 graden. Iemand die links of zij aan zij op de roltrap blijft staan. Iemand die vergeten is in en uit te checken. Conducteurs die brutaal zijn of ongepaste grappen maken, zoals: welkom op de trein naar Kiewit, Blankenbergje, ergens anders. Het boeit me niet. Het zit in je hand. Het is stijf. En daarna in je mond. Het komt uit je mond. Je lacht. En je legt je tandenborstel weer neer. Voor de mensen die het nu door deze grap koud hebben, ik raad u aan in de hoek om 90 graden te staan. Dus dank je wel. Ja, die boos worden. Als je voor ze opstaat, troep op tafeltjes, stoelen en rondom prullenbakjes, de geur van de rookpaal, mensen die ongeduldig meelopen wanneer de trein op het perron binnenrijdt, jongeren die een pre-party in de trein laten plaatsvinden, steltjes die een voorspel in de trein laten plaatsvinden, de buschauffeur die altijd chagrijnig is, toeristen die niet weten waar ze in en uit moeten stappen bij een trein, iemand die zich zijn schoenen uittrekt, toeristen die gangpaden en stoelen blokkeren met de koffers, iemand die in paniek raakt omdat diegene niet weet hoe de deur open gaat, ritmisch geklop op de ramen, iemand komt naast je zitten terwijl er heel wat vrije stoelen zijn, en iemand die de glazen klapdeur niet voor je open wil houden. En tenslotte nog muzikanten. Jullie blijven maar liefst thuis. Maar ongeacht tegen vele gebreken van zowel de bus als de mensen die de bus nemen, zal de bus een belangrijk deel zijn van mijn leven. Nou, totdat ik leer auto rijden. Dit is mijn verhaal op het Albertkanaal. Thank you.